Bas Jonkman is onze volgende spreker. Bas, mag ik jou uitnodigen hier op het podium te komen? Prijs mij gelukkig dat jij het vandaag gaat hebben over het leren van dijkdoorbraken, van internationale dijkdoorbraken. Want leren is iets vreselijks belangrijks, dus the floor is yours. Bedankt, voorzitter. En dank aan de organisatoren Flood Control Eikdijk, Wouter Zomer en collega's voor de uitnodiging om hier te spreken. Vandaag ga ik het hebben. Wouter heeft me een aantal vragen gesuggereerd, waar ik met name internationale context, om daar eens wat meer over te zeggen. En ik denk wereldwijd is er veel aan de hand. En daar hebben wij als Nederland ook een grote ambitie in. Die mogen we ook, denk ik, met elkaar uitspreken dat wij wereldkampioen waterveiligheid willen zijn. In ons eigen land, maar ook bijdragen in het buitenland. Over de wereld zien we hele snelle economische en bevolkingsgroei juist in de kwetsbare gebieden. Die zakken ook nog eens snel op veel plekken. Met name in Zuidoost-Azië, Jakarta, denk daar maar aan. En ja, op heel veel plekken in de wereld gaat het mis. Daar leren we dan ook van. En velen van u worden op verschillende manieren ook soms gevraagd om daarover mee te denken. In al die gebieden die zich zo snel ontwikkelen, heeft men wel degelijk in de gaten dat het heel verstandig is om te investeren in risicoreductie. Net als in ons land gebeurt dat vaak na de ramp. Helaas zou ik willen zeggen, maar zo zitten mensen nou eenmaal een beetje in elkaar. En op veel plekken in de wereld die zo snel groeien, is men dus aan het kijken van wat kunnen we eraan doen en wat zijn de slimme systemen voor de toekomst om ons te beveiligen. Nou, en dan komen ze natuurlijk bij ons kijken naar onze Delta-technologie, de Maaslandkering, maar in hun eigen land zijn weer nieuwe, andere oplossingen nodig. Nou, in ons land is ook het nodige aan de hand, dat is net al geschetst. Grote opgave in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma, al bijna 1200 kilometer, komt nog eens de opgave van de nieuwe normen erbij. En zitten tegelijkertijd heel veel vragen aan van als we nou die dijk volgens die nieuwe normen met een overstromingskansnorm willen versterken, met name voor die geotechnische mechanismen, stabiliteit, piping. Hoe doen we dat dan? Hoeveel berm is er nodig? Hoe zit dat nou met die pipingregels? Er zit nog heel veel onzekerheid op dat gebied. Die deels zijn te ondervangen door meer informatie uit de grond te halen. Deels door beter meer te komen te weten over die mechanismen en eigenlijk die modellen preciezer te maken. Nou, hier zit de opgave van de nieuwe normen, net al geschetst. En ik ga drie onderwerpen zo een beetje kriskras door het verhaal komen die terug. Wat leren we nou van internationale overstromingen en dijkdoorbraken? Kort wat uitwisseling met de onderzoeksprojecten. Technologische ontwikkeling en ook de experimenten die we daarbij doen. En wat een doorkijkje naar de toekomst en verschillende mogelijkheden. Nou, dat leren van internationale overstromingen, dat vinden wij belangrijk aan de TU Delft, maar ik denk ook wij allemaal. Want om te weten hoe een waterkeringssysteem functioneert in extreme omstandigheden. Je kan natuurlijk hier zaken doen als een eikdijk bouwen, computermodellen draaien, proefjes in het lab doen. Maar de echte, ook heel veel informatie haal je dus uit de echte overstromingen. En dat is waarom we de afgelopen jaren regelmatig zijn gaan kijken op verschillende plekken waar het is misgegaan. Het is begonnen in samengestelde teams met mensen van bedrijven, van Rijkswaterstaat, van de universiteit. Het is begonnen in New Orleans, kustoverstromingen in Frankrijk, tsunami in Japan, een wat andere ramp. En de rivieroverstromingen in Thailand. En die lijn hebben we eigenlijk doorgezet om in een onderzoeksproject Safe Levy daar wat serieuzer mee aan de slag te kunnen gaan. En ook de doorbraken die we dan vinden wat meer uit te kunnen diepen. Daar zal ik zo wat over laten zien. Wat leren we daarvan? Als het misgaat, gaat het goed mis in termen van schade. Maar ook op meerdere plekken in het systeem. Dat zag je bij de watersnoodramp in New Orleans, bij de overstromingen in Duitsland. Als je eenmaal die extreme belasting hebt, dan gaat het ook op veel plekken mis. In New Orleans, in het oosten van de stad, door het water wat over de dijk sloeg, overloop, overslag.
De meeste schade is eigenlijk in het centrum van de stad veroorzaakt door de geotechnische faalmechanismen, de afschuiving en piping. Nou, belangrijke lessen dus. De mechanismen, faalmechanismen die we dan in het echt zien, hè? En op verschillende niveaus, dat kan je dus gaan narekenen om te kijken of je modellen goed zijn. Maar het, ook het verhaal richting de mensen die erover gaan, van ja, hè, er wordt wel gerekend aan piping en stabiliteit, maar kan dat nou ook in ons eigen land echt gebeuren? En dan is er hier toch wel bewijs dat de waterkeringen, in ieder geval in het buitenland, in elk geval daardoor flink onderuit kunnen gaan. Dus New Orleans, afschuiving, net als bij Wilnis, horizontaal, piping langs de London Avenue kanaal, kwetsbaarheid van aansluitingen tussen constructies en dijken en op heel veel plekken de overloop-overslag. Een volgende ramp waar we naar gekeken hebben was die in 2013 in Duitsland langs de Elbe. De tweede 100-jarige overstroming, jaarhonderdvloed binnen 10 jaar. Daar ook weer op 20 à 30 plekken de dijken door, vaak weer geotechnische faalmechanismen. Hier een locatie Breitenhagen waar de dijk onderuit is geschoven terwijl het water dus nog onder de kruin stond. En Duitse collega's die hebben daar dronebeelden van gemaakt. Nou, en een van de dingen die je zag gebeuren, als dat eenmaal is gebeurd, ze hebben nog geprobeerd met Big Bags dat te sluiten, maar daar is geen houden meer aan als daar zoveel water doorheen stroomt. Nou, zoals ik al zei, in dat onderzoek willen we nu de volgende stap maken door naast te zeggen, kijk, dit is gebeurd en zo ziet het eruit. Daar ook meer aan te gaan rekenen en de terugkoppeling te leggen met modellen. Dus we zijn nu in dat project met Duitse collega's die de lokale informatie hebben, proberen we daar echt een slag dieper in te komen. Een van onze PhD's is daar aan het werk om te kijken van, kunnen we inderdaad bewijzen dat die dijk door is gegaan? Hoe goed voorspellen onze modellen dat? En wat leert ons dat weer? Dat willen we uiteindelijk doen voor het dijkontwerp. Nou, dat is een wat groter project waarin we dat dus op meer plekken willen doen. Die kennis met heel veel partners zitten hier in de zaal breed beschikbaar willen maken. Dus een soort database of catalogus van dijkdoorbraken willen maken. Waar mensen die kennis willen opdoen, doorbraken willen narekenen, daar ook doorbraken uit en informatie uit kunnen halen. Waarin een component zit om te gaan kijken naar de BRES-modellen en dat ook te doen aan de hand van experimenten. En waarin we ook kijken of we op macro-schaal met collega's die met de satellieten bezig zijn, meer toepasbaarheid van de satelliettechnologie kunnen krijgen. Vooral ook voor de geotechnische faalmechanismen. Dus dan gaan we kijken naar horizontale deformaties. Daar kom ik zo nog op. En de mate waarin die een voorspeller zijn van een slechte dijk. Nou, daar werken we ook samen met internationale partners. Nou, dat heeft verschillende voordelen. Kruisbestuiving van kennis in het buitenland. Hier in Amerika hebben ze ook veel dijkdoorbraken. Dus zij brengen die cases ook weer in. Met Deltares en de Colorado School of Mines. Ook de samenwerking om op het gebied van de verschillende data-assimilatie technieken elkaar te versterken. En met name gefocust op het werk van piping en de verschillende oplossingen en rekenregels die daar gebruikt worden. Dus waar Amerikanen hebben strengere regels voor piping en die richten zich vooral op het helemaal voorkomen van de wellen. In Nederland zetten we daar iets anders in. Ze gebruiken ook weer andere oplossingen. Dus dat is heel interessant. In een ander project wordt dus meer gekeken naar hoe die bressen ontstaan. Hoe je die helemaal kan narekenen en toch te kijken, hoewel de mogelijkheden als het eenmaal hardstroomt beperkt zijn, te kijken naar technieken, de slimme technieken om bressen te stoppen. Nou, dan een aantal observaties met betrekking tot onderzoek en technologie. Wat kan ons nou helpen om meer zicht te krijgen op de veiligheid en met name onveiligheid van onze dijken? Vanuit de TU Delft, en dan spreek ik even iets breder, ook bijvoorbeeld de geotechniekgroep,
hebben we veel geleerd van een aantal van die experimenten in eigen land, waarin we bewust dijken, geconditioneerd dijken, kapot maken. De Eikdijk, die kent u allemaal, vrij recent, vorig jaar de Leender de Boerspolder, een lokale dijk in het regionale systeem die daar afgegraven is, net zo lang tot die onderuit ging. Het was de bedoeling dat die net bij zonsopgang ging. En dat ging goed, maar net iets te vroeg, waardoor de fraaie beelden iets donkerder zijn geworden. Maar u kunt zich voorstellen, dit heeft heel veel voordelen. Je kan hier aan meten met allerlei sensoren en het vervolgens gaan narekenen en weer vertellen of de terugkoppeling leggen met de rekenmodellen. Nou, en interessante, en dat is ook wel een relatie met Nederland, ook de Belgen zijn daar vrij actief. De Belgen hebben langs de Schelde een actief ontpolderingsbeleid om nieuwe natuurgebieden te creëren. En die gebruiken die ontpoldering als de dijk wordt verlegd of afgegraven dan ook vaak om experimenten te doen. Dus zo zijn onderzoekers van ons betrokken geweest vorig jaar bij de dijk bij Wijmeers, die afgegraven is om daar een bres te laten ontstaan. Dat viel in die zin mee of tegen. Dat bleek dat er een kleilaag in die dijk zat, waardoor die niet binnen 2 dagen 200 meter breed was, maar heel lang op dit niveau bleef. Dus dat was voor de minder spectaculair dan gedacht. Maar goed, het geeft toch wel weer inzicht. Daar kan je dus op allerlei manieren aan meten. Heel traditioneel, met allerlei stromingsmeters, maar ook met 3D-opnames. Ze heeft daar ook nog iemand met drones gewerkt. En het voordeel is dat die dijk, die eigenlijk in Amerika zeggen ze dan decommissioned wordt, die wordt opgegeven, daar kan je dus ook allerlei andere experimenten op doen. Dus een van onze afstudeerders heeft samen met een onderzoeker een overloopsimulator gebouwd om te kijken hoe lang die dijk kan tegen overloop. En daarnaast is op vakken is de overslagsimulator weer toegepast. Nou, dat is denk ik ook een oproep voor Nederland om waar er mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Hedwiggepolder, die volgens mij echt ontpolderd gaat worden. We hebben daar een grote zeedijk liggen met een fors getij. Dus aardige waterstanden waar je ook weer dit type experimenten kan uitdenken. En dan ook die lijn vanuit Flood Control Eikdijk kan doorzetten. Nou, om dat op iets kleinere schaal te doen, hebben wij in Delft onze eigen proefpolder. Die heet Floodproof Holland. 2 weken geleden was de minister daar nog, want ze vond het toch wel erg leuk om eens te zien. Daarin zijn verschillende vakken waarin mobiele waterkeringen getest kunnen worden. Hiernaast ziet u een landje en de TU Delft die heeft aangegeven dat mocht men hier een echte grote dijk willen bouwen, de vervallen die we hier kunnen opwerken zijn beperkt tot 1 en hier 2 meter. Mocht je hier een echte grote dijk willen bouwen, dan is daar zeker over te praten. Zeg alleen als Google komt om hier zich te vestigen, dan kan het niet, maar dat hebben we voor kennisgeving aangenomen. Dus daar zijn wellicht mogelijkheden. En in die polder worden dus met ontwikkelaars tijdelijke waterkeringen getest. Voor Nederland interessant om te kijken wat nou als het water boven maatgevende omstandigheden komt voor lokale bescherming. En juist ook in het buitenland is er misschien nog wel meer vraag naar deze technologie. Bijvoorbeeld de Engelse Environment Agency die heeft gezegd we kunnen niet overal in Engeland soort maasachtige riviersystemen overal dijken aanleggen. En we gaan 25 miljoen pond investeren in tijdelijke waterkeringen. Maar die moeten dan ook getest, gecertificeerd en aangetoond worden. Dus die waren ook geïnteresseerd in zo'n faciliteit. We hebben hem wat uitgebreid en verdiept op 1 plek. En wat stroom en meetapparatuur aangebracht dat je ook weer dijkjes kan bouwen met experimenten kan doen en die tijdelijke keringen kan testen. Dus het is niet helemaal geslaagd als het water aan 2 kanten staat. Dat is bij een kering meestal niet goed, maar daar leer je dan ook weer van. Dus daar zijn mogelijkheden, dat start nu op en als daar ideeën zijn, dan zijn we uiteraard graag bereid om samen verder te kijken.
En wat ik ook als technologie toch wel een hele mooie ontwikkeling vind en ook een exportproduct is wat ik toch maar noem de veiligheidsanalyse. Dat wij met de VNK, probabilistische analyses, een uitspraak kunnen doen over de veiligheid van de dijken. En daar is het buitenland ook erg met toch wel mitsen en maren en we worstelen ook wel hoe dat allemaal moet. Maar het buitenland is daar ook erg in geïnteresseerd. De Amerikanen en vooral ook de Singaporezen. Dus ik heb hier eens wat beschermingsniveaus op een rij gezet. En Singapore is, dat zullen veel van u wel weten, maar is rijker dan Nederland. En meer, nou, zijn mijn woorden, maar meer ontwikkeld. En die willen een groot landaanwinningsproject doen. Dat kunnen ze niet met ophoging doen, dus die gaan een polder bouwen. En die zeggen, ja, maar dan willen we wel aangetoond hebben dat die veiliger is dan de Nederlandse dijken qua faalkans. Hè? Dus een faalkans van 1 op 100.000 of 1 op de miljoen. Want ja, risico's in Singapore, je mag niet eens kauwgom eten. Dus dijkdoorbraken willen ze al helemaal niet hebben. Dus ik vind dat wel degelijk een hele mooie ontwikkeling. Dat die risicoanalyse is ontwikkeld, is toegepast in de normering. En ik denk ook in het buitenland heel interessant. Nou, dan iets over de technologie en de metingen. Ik denk dat een belangrijke basis blijft het meten aan en in de dijk. Daar komen allerlei slimme technieken. Nou, wij kijken bijvoorbeeld met collega's naar satelliettechnologie. Hoe nauwkeurig die horizontale deformaties kan gaan meten. Dan heb je veldobservaties. Hè, van is er eens een keer wat gebeurd in het verleden. En ik geloof echt dat je al die dingen moet combineren. Want afzonderlijk alleen een satellietopname met ruis, dat geeft je toch te weinig informatie. Dus het combineren van al die bronnen, de klassieke metingen, waterspanningen, performance observations, allerlei andere metingen, dat geeft volgens mij een krachtig resultaat. Vooral als je, en ik heb even een plaatje gepikt, geleend van Fugo, dat kan koppelen aan een beter model maken van de ondergrond, waarmee je met een beperkt aantal metingen toch een soort wereldkaart wil schetsen van die ondergrond. En ik denk dat je de cirkel kan sluiten als je al die dingen ook kan gebruiken om een uitspraak te doen over wat dat nou allemaal betekent voor de veiligheid. Hè. Dus nou, wij gaan bijvoorbeeld met Groot Salland gaan studenten van ons waterstandsmetingen of waterspanningen analyseren als je dat kan koppelen aan historische observaties, andere metingen, ondergrondmodellen en berekeningen van de veiligheid. En dan bewezen sterkte, dus een soort update kan maken van het veiligheidsoordeel. Dan heb je een heel krachtig pakket. Nou, dan nog een paar observaties. Hè, van we hebben, ik denk dat er heel veel technologie beschikbaar is en ontwikkeld is. Nou, en als je heel prikkelend bent, kan je zeggen, ja, waarom gebruiken we dat dan nog niet? Waarom ligt dat er dan nog allemaal niet in alle dijken in Nederland slim en slank? Maar ja, niet te slank, want ze moeten wel heel veilig zijn. Nou, ik denk, er zijn een aantal eisen. In de eerste plaats, die metingen moeten voldoende nauwkeurig zijn. Hè? En laat ik als voorbeeld geven, die satellietmetingen die we doen, die voor verticale deformatie is dat al aardig. Voor horizontaal zit daar toch nog zit een flinke bandbreedte in. Hangt weer af van hoe die satelliet overkomt. Maar die wereld ontwikkelt zich heel snel. Dus die satellieten worden nauwkeuriger en die komen vaker over. In het verleden iedere maand over Nederland. Nu gaat het naar iedere 6, naar iedere 3 dagen. Misschien wel naar een dag binnenkort. Nou, dan kom je langzamerhand als je nauwkeurig genoeg bent en vaak genoeg meet, dat je zegt, nou, nu gaat het ook wat zeggen dat ik bij een opkomend hoogwater een dijk zie bewegen, dan kan ik er nog wat aan doen. Want dat is denk ik ook een voorwaarde dat je dus tijdig en tevoren meet. Hè. Dus als je op het moment dat de dijk afscheidt zegt, ja, ik heb geconstateerd dat dat gebeurd is. Nou, dat is een dankbaar inzicht, maar dan kan je er niet zoveel meer mee. Juist als je van tevoren waarschuwingssignalen kan opdoen, dan wordt het krachtig. En het is belangrijk, en daar ben ik misschien een beetje klassiek geschoold in, dat er een relatie is met het faalmechanisme en het
ontwerp. Hè? Dus dat je ook snapt, en dat is natuurlijk in de big data tijd, wordt daar soms anders tegenaan gekeken, maar dat je weet, ja, als ik iets meet, wat betekent dat dan in relatie tot dat mechanisme en wat kan ik eraan doen? Dus dat zijn denk ik een aantal dingen die je bij die technologieontwikkeling in de gaten moet houden. Maar het is wel heel belangrijk, ik gaf het voorbeeld van die satellieten die steeds vaker overkomen, steeds nauwkeuriger worden. Dat is op andere terreinen ook zo, om daarin te blijven investeren. Nou dan, wat kunnen we daar nou mee in de wereld? Nou, we willen wereldkampioen waterveiligheid zijn. Dat is niet vanzelfsprekend, want mensen komen altijd wel naar ons toe. Maar er zijn heel veel andere partijen met heel veel kennis. Noem maar op, van de Denen, de Engelsen, de Fransen en de lokale mensen. Dus niet vanzelfsprekend. We worden soms gevraagd om mee te denken met deltaplannen, waar technologie weer een onderdeel kan zijn van het systeem wat aangelegd wordt. In Houston, Texas, wordt nagedacht over een deltaplan om de industrie en de stad hier te beschermen. De Chinezen in Shanghai die willen nu ook serieuzer werk maken van bescherming van hun miljoenenstad. Denken na over een stormvloedkering aan de mond van de rivier. En in december gaan we naar Tokyo Bay, die ook een beschermingsniveau van 1 op 100 hebben. Ook weer voor een miljoenenstad. En zich nu ook druk maken over sea level rise en hun beschermingsniveau. Wat je ook ziet, dat niet overal in de wereld dat het een soort totaal overheidsplan is, maar dat er heel veel gewerkt wordt met lokale en soms zelfs private bescherming. Ik heb zelf in Thailand een aantal dingen gedaan. Daar is het masterplan van de overheid door met name politieke oorzaken niet van de grond gekomen, maar hebben de industrieën rond hun gebieden grote dijken aangelegd. Deze zijn niet heel smart ontworpen, maar wel betonnen floodwalls, wel heel snel aangelegd. De huizen die u ziet, dat zijn is het dorpje wat dus buiten de dijk ligt. Hè. Dus de bewoners zitten er buiten en de industrie is beschermd. En ook in Amerika, en dit is een plaatje van Arcadis, wordt dus vaak meer op lokaal niveau een lokale afvalwaterzuivering, een stuk van Manhattan of een grote bank of een belangrijke industrie die een lokale oplossing kiest. Dus daar moet je echt op gebouwniveau daarover nadenken. Wat denk ik een belangrijke voorwaarde is om, net als met voetbal, is het is niet makkelijk om wereldkampioen te worden. Daar komen we steeds achter, maar we blijven proberen. Dus je moet goed oefenen. Maar wat iets serieuzer, wat belangrijk is, en daar gebeurt al heel veel, dat we in eigen land ja, die nieuwe ideeën blijven ontwikkelen en ook blijven realiseren in de grote projecten die een innovatief karakter hebben. De zandmotor, Dijk in Duin. De wat kleinere projecten, bijvoorbeeld die doorbraakproeven die je realiseert als er kansen zijn. En ik moet zeggen, ik heb daar niet over te klagen. Ik denk dat daar heel veel gebeurt. Maar dat is iets wat we zullen blijven doen. Nou, dan een aantal algemene slotopmerkingen. Wat leren we nou van die buitenlandse overstromingen? Dat met name die geotechnische faalmechanismen die belangrijk zijn en gevaarlijk, omdat ze dus onverwacht optreden. Hè, dus voor de piek van de waterstand of daarna. En daardoor ook heel veel schade en slachtoffers kunnen veroorzaken. We gaan die dus narekenen om onze modellen te verbeteren. Bij het ontwikkelen van kennis en technologie is mijn opvatting dat het heel interessant is als je al die dingen kan combineren om tot een totaal veiligheidsoordeel te komen. Wat mij interessant leek is om eens al die oude en de nieuwe technologie op één plek samen te laten komen en combineren op één dijk en die ook eens op elkaar te leggen en te vergelijken, af te regelen. Dus zo kwam ik op het woord eikdijk, eiken. Ik denk dat dat heel interessant is. Wat mij betreft zijn de buitenlandse doorbraken, maar ook de veldproeven een belangrijk onderdeel van de kennisontwikkeling. Nou, die oproep heb ik al gedaan van als er mogelijkheden zijn bij oude dijken, regionale dijken die een andere functie krijgen, benut die dan ook met elkaar. En
Ja, dit hebben we ook besproken. De vraag naar droge voeten en de technologie daarvoor zal toenemen, zal blijven toenemen. Ik denk dat we daarin een belangrijke rol te spelen hebben. Dat is niet vanzelfsprekend, maar ik denk dat er in onder meer Flood Control Eikdijk heel veel kennis ontwikkeld is die daaraan op een hele goede manier kan bijdragen. Nou, ik hoop dat ik me een beetje aan de tijd heb gehouden. En ik dank u hartelijk voor de aandacht en prettige dag. Bas, je hebt ons veel inzicht gegeven in wat er speelt. En als ik nou zo zie wat je doet, dan ben je vanuit Nederland, met onze ambities om internationaal het goed te doen, ben je kennis aan het brengen, maar je bent ook kennis aan het ophalen. Ja. En soms denken wij wel eens dat wij alles weten, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want de wereld is groot. Hoe zou je nou de positie van Nederland en de manier waarop we dat nu doen willen kenschetsen? Je hebt er veel over verteld, maar op wat voor level staan we dan? Nou, kijk, op veel... We hebben in die zin een hele goede reputatie. Omdat we eigenlijk het enige land zijn in de wereld wat als een nationale opgave werkt aan de waterveiligheid. En ook veel doet en investeert om... Dat op peil te houden, dus daar hebben we een enorme reputatie in. Ik denk op een aantal vlakken zijn we echt heel goed. Maar zoals u ook al zei, wat bijvoorbeeld de Amerikanen met hun stuwdammen doen aan monitoring, aan slimme technologieën, daar kunnen wij ook weer van leren. Dus ik probeer zelf altijd, ik hoop dat lukt, daar naartoe te gaan met... Ja, we nemen wat ervaring mee, maar we komen ook veel... leren. En ik denk dat met name, wij zitten wat in het voortraject met onderzoek. Rijkswaterstaat is actief in het buitenland. Dat het goed is om elkaar daar op te zoeken. Ik zie dat het is een beetje een wielerpelotonnetje. We kijken wat we daar samen kunnen doen. Zoals het ook in New Orleans begonnen. Ja, en op een gegeven moment als de commerciële tenders komen en de spannende uitbesteding, dan doen bepaalde partijen, dan is het voor overheden en universiteiten weer minder interessant. En dan gaan de bedrijven dat weer doen. Maar ik zie daar heel veel goede dingen gebeuren. Oké, dankjewel. De secretaris-directeuren van de waterschappen zijn vandaag aan de Elbe. Dus die zijn aan het bekijken wat zij aan kennis kunnen meebrengen naar hier. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat niet alleen de kennisinstituten, maar ook de beheerders en de uitvoerders zich oriënteren op dit soort plekken om die kennis ook voor Nederland goed te benutten. En ik denk dat wij ook veel van het buitenland leren, zoals jij hebt. Dank hiervoor. Oké.